Hallo uit Delft, vanuit de stoel waar ik normaal mijn studenten inzet. Ik was hier ook ooit student informatica, terwijl ik daarnaast aan het conservatorium van Den Haag opgeleid werd tot klassiek pianist. En het was verrijkend om die twee wereldbeelden in mijzelf te hebben. Als muzikus zocht ik altijd naar interessante nieuwe muziek om te spelen. Veel collecties werden niet alleen maar fysiek, maar ook digitaal bereikbaar. Maar dan had ik nog een veel grotere collectie om te doorzoeken, waarbij ik niet één voor één door alle items online heen kon gaan. En hier kon algoritmische technologie helpen, om te filteren, te prioriteren, mij te helpen ontdekken wat ik nodig had. Daarom werd ik actief op het gebied van zoekmachine en aanbevelingstechnologie. Maar nog steeds waren mijn eisen als muzikus erg hoog. Ik wou niet de algemene abstracties of de noten die gespeeld werden weten, want dat wist ik al. Ik wou weten wat mensen daarmee deden, hoe die muziek werd geïnterpreteerd en hoe ik met name de perspectieven die ik zelf niet kon vinden, kon bereiken. Muziek die ik niet kende en die toch de moeite waard zou zijn om te spelen. Dat is voor datatechnologie vaak vrij ingewikkeld. Het is technologie die ingesteld is om grote patronen te herkennen en te versterken. En ik probeer in mijn onderzoek juist de nuance daaromheen ook mee te krijgen. En te werken aan mechanismen die ons als mensen helpen om beter in te schatten of een systeem daadwerkelijk doet wat wij willen dat het doet. Dat doe ik niet alleen maar in muziek, maar nu ook in andere toepassingen, breder in de publieke sector. Bijvoorbeeld ook rondom beslisvorming, waar mogelijk kwaadaardige vooroordelen van mensen per ongeluk toch ook in een systeem kunnen belanden met het nodige gevolgen. Ik ben blij dat ik nu onderdeel ben van de Jonge Academie, want dit staat mij toe om veel meer met andere mensen in gesprek te gaan. Mensen, mede-academici die niet in mijn vakgebied zitten, maar ook misschien wel de mensen die mogelijk geraakt kunnen worden door de systemen waar ik aan meewerk. En ik zou heel graag met hen in dialoog gaan, opdat de technologie waar wij aan werken inderdaad verantwoord gaat kunnen worden ingezet.